Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag 17 november 2024 uiteraard. Wij gaan zo op stap. Ik heb net nachtdienst gehad. Net wakker geworden. Straks weer nachtdiensten. En we gaan even wat spulletjes ophalen. Dus we wensen jullie alvast heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. En we zijn onderweg, weg. En ik rijd nou niet. Nee, Rodi rijdt. Ik mag meerijden. Ik mag meerijden, ja. En dit is creepy. Als je het niet weet, is het creepy. We gaan deze mooie brug over. Ja. Is grappig. Deze mooie brug over is leuk. Hoppa, ik zag even niks op mijn schermpje. Maar nu weer wel. We moesten kijken hoe mooi het water is. Jee. Andere kant. En dat is ook weer de andere kant van het water. Ook mooi. Ook weer mooi. Ook mooi water. Dit blijft ook wel weer een leuke brug ook, hè, zo. Als je het zo goed bekijkt. Jee. Omdat het grappig is dat er allemaal rode kruisen zijn. Het rode kruis. Sponsoren. Dat je niet hier mag rijden, maar ook niet daar. Ja. Nergens rijden. Helemaal op het end en bij de verkeerslichten linksaf. Ja, linksaf. Ik was voorbereid om linksaf te staan. Hij pakt hem niet op scherp, joh. Ja, kijk nu wel. Kijk, zie je? Ja. Leuke navigatie. Dat is. Hoe vind je trouwens hoe en hoe ik jou eigenlijk altijd een beetje navigeren als ik naast je zit? Wel duidelijk, denk ik. Hallo! Blijf je op je eigen weg, helft, vriend? Nee. Even naar links komen, dat is handig. Beetje op je eigen weg, helft, blijven. De korte bocht nemen. Nee, en hoe? Shitje, mine. Je zit al bijna in de kant en dan nog deze. Je moet invoegen. Of ritsen. Ja. Ritsen. Ja. Oh, wauw. Die had zoiets van, hé, hey, weet je. Ik neem de korte bocht in plaats van de lange bocht. De korte bocht, ja, de ruime bocht. Nee, de korte bocht. Ja. Drie rondondes rechtdoor. Weet je wat, eventjes. Okay. Kijk. Maar waarom vind je dat ik het wel goed doe? Ja, je hebt duidelijke informatie, op tijd, niet al te laat. Herhaal het nog een keertje als het nodig is. Oké, nou ja, jullie horen het, ja. Nog twee rondondes rechtdoor, alleen je moet wachten. Want er is een vrachtwagen en een knolhol voor ons verderop. Knolhol? Ja, knol. Knollenhol. En wie het hier kent, mag het zeggen waar we hier op dit moment rijden als jullie deze vlog zien. Ik wel. Ja. Ja, en je kan het ook gaan googlen, ook goed. Maakt allemaal niet uit. Hey, collega's, hoi. Ja. Dat zeg ik, je kan het ook googlen, hè? Net zoals die dierenkliniek. Ja. Net zoals de scheepvaartapotheek, ja, dat kan je allemaal gaan. Gaan en gaan opzoeken, ja. Regenboogapotheek. Ja, dat staat erop toch? Ik lieg er niet om. Regenboogapotheek staat er ook nog op. Waarom op de rotonde blokkeren? Omdat dat handig is, wist je dat nog niet? Nee. Niet? Ik zou denken, wil je rotonde vrij houden? Ja, maar dat vinden heel veel mensen moeilijk, lief. Ja. Oké. Ja, ja, doe maar rijden, hobbel, goed zo met je Toyota. Ja. I go! Ja. Komt niks aan. Goed zo. Nou, wij gaan weer even verder naar onze volgende adres waar we naartoe moeten. Ja. Ja, precies dat, ja. Precies dat. Ja, precies dat, ja. Oh, heerlijk. En daar zijn we nu bijna, ja. We
En hier had ik het dus net over, ja. Ja, niet over Enzo, een andere. Ja. Enzo, en daar had ik het niet over, nee. Nee, doe dat maar niet, nee. Even niet mijn collega eventjes zwart maken, wil ik niet zeggen, maar... Nee, ze is al zwart. Ring West Rotterdam. Yes, hij wil er ook op. Hoppa. Hi knollie. Hi kind. Ben jij mooi? Alleen jullie kunnen het niet zien, maar ik wel. Dat is een beetje het licht invallen als je het niet kan zien. Ja, of kan het belichting... Ja, kijk. Nu kunnen jullie het wel een beetje zien. Hè? Dat dus, inderdaad. Hoppa. Ja, ik ga eventjes in, globaal, eventjes op alle negatieve reacties die er nu onder mijn vlog komen. 1. Jullie weten niet wat al mijn vaste uitgaven zijn. Zoals mijn huur, gas, water, licht, internet. Ga zo maar even door. Ik kan je vertellen, mijn huur is al €600 en nog wat. En dan heb ik een uitkering van iets van €1200. Dus reken uit. En dan moet je daar dus nog eventjes alles van betalen. Ja, en dan heb ik ook nog bij de Belastingdienst nog iets openstaan. En bij het UWV, ook daar heb ik nog wat dingen openstaan. Dus dat moet ook betaald worden. En dan kan je wel zeggen, ja, maar je kan niet goed voor jezelf zorgen. 1. Ik zie er altijd heel fris uit, jongens. Kijk eerst even naar jezelf en dan pas en een ander. Mijn huis is gewoon schoon, ja? Kijk eerst eventjes bij jezelf hoe schoon het daar is. Is het daar schoon? En kijk eens, kijk, oké, ja, een Enzo en een Gio. Ja, en die hebben een heel groot huis. Heb ik niet. Nee, ik woon maar op een flatje met 3 honden, 1 kat en een kavia. So be it. Ja, maar alles is veilig bij mij. Ik heb overal al voorlopen zorgen. En ja, ik hoef me eigenlijk niet eens en te verantwoorden. Echt niet. Hoef ik eigenlijk niet eens. Maar ik wil wel dat gewoon dingen duidelijk zijn. En dat gewoon eens een keertje al die haatreacties een keertje stoppen. Want het is niet nodig. Als jullie gewoon niet willen kijken, kijk dan gewoon niet. En deabonneer gewoon anders of zo. Maar, en anders, hey, het is ook aandacht, hè? Het is ook kijken. En als, ja, weet je, en wij gaan al niet meer zo vaak en naar de Mac. En als we naar de Mac gaan, dan is het er of langs rijden. En ja, ik ben nu zwanger, zoals jullie weten. Ja, dan wil je nog een ijsje. En daarbij, als je punten spaart via een app zoals van de McDonald's, die ik ook tegen heel leuk heb, dan kun je dus namelijk punten sparen. Ja, hoe toevallig. En als je dus punten hebt, dan kun je dus ook gratis iets halen van die punten en bij de McDonald's. Dus dan geef ik ook en geen geld uit. Nee, want ik heb punten. Ja. Dus ja, dat zeg ik. En dan kan je wel zeggen, ja, het is een zooitje en het is vies en je kan niet voor jezelf zorgen. Nou, sorry, maar ik heb schirrelo over de vloer. Als hun dat al merken, dan had ik dat al lang al wel gehoord. Ik krijg het consultatiebureau over de vloer al. Dat is van sterk ouderschap, ja, krijg ik al over de vloer. En als mijn huis niet veilig zou zijn, had ik daar al een bericht over gehad. Dus jullie kunnen wel zeggen, oh ja, maar veilig thuis, dit, zus, zo en bla 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 bla. Doe je ding. 1. Je moet maar eens eerst weten waar ik woon en waar, et cetera. Welke straat, überhaupt. Ja? Dus ja, daar is ik al. Je kan een hele grote bek openlopen trekken over mijn huis, over mijn huishouding en alles. Maar kijk eerst even naar jezelf. Ja? Er zijn genoeg mensen en die het nog slechter hebben dan mij. Ja? En waar het nog erger aan toe gaat. Ja? En daarbij denk ik heel goed om de kleine in mijn buik. Echt. Really. Zeer zeker. Want 1. Als ik daar niet aan had gedacht, had er nu ook geen vloerkleden in mijn huis gelegen. Mijn moeder, Corina en de Beestenboel, die weet ook dat ik daar niet tegen kan, officieel gezien. En dat weet Roderick ook.
Want ik heb zelf astma en alles. Maar ik doe het wel, want mijn laminaat is naar de kloten. Dat weet ik. Daarom ligt er ook namelijk vloerkleedjes, hè, in mijn woning. Om dat een beetje te maskeren, zodat het een beetje nog netjes blijft. Zo gezegd, zo gedaan. En ja, weet je, de hele babykamer is al helemaal netjes en alles. Mijn gang wordt gemaakt door een goede vriend van mij. Dus kijk eerst eens even naar het hele totaalplaatje in plaats overal gelijk je grote bek open te lopen trekken. Want je hebt mij er niet mee hoor, echt niet. Ga vooral je gang. Maar vandaag of morgen word je gewoon en geblokkeerd of je krijgt gewoon een melding. Of ik maak een melding en naar YouTube toe. Dus, weet je, ja, en haatreacties hou ik toch wel. En dat heeft Enzo, en dat heeft Gio, dat en dat heeft iedereen. Maar ik wil het wel eventjes zeggen dat jullie mij er niet mee hebben. Maar ik wil het wel even gewoon gezegd hebben. Dat ik gewoon heel goed aan de kleine denk. En Ro en ik hebben gewoon heel goed en gepraat. En ja, weet je, als jij alles over mij, alles niet goed vindt. Ga vooral je gang, weet je. Want er zijn meerdere mensen die op deze manier hebben geleefd. Of weet ik veel wat, of nog erger. Ja? En mijn leven, mijn jeugd, en dat is ook niet altijd de perfecte jeugd gehad. Dus ga daar ook eens een keertje naar kijken. Van Jamie Blom. Ja? Ga die eens even opzoeken. Want ik heb een hele interview met haar gehad. En van Jamie Blom. Ga dat eens zoeken. Misschien worden jullie dan eens een keertje wakker. Hoe je dan eens een keertje moet gaan reageren. En dan niet van oh gelijk allemaal rare en reacties geven. Van dit, zus, zo, bla, bla, bla. Nee, ga gewoon eerst de vorige video's gaan kijken. Heb je dat gedaan, dan kan je eens een keertje een ander eerlijk antwoord gaan geven. Maar niet deze video's kijken en dan oh ja, maar wat ziet je huis eruit. Hé hey jongens, dames, ik weet niet wie jullie allemaal zijn, want jullie praten allemaal onder een ander account. Prima, dat heb ik dus niet, want hè, ik sta op YouTube. Maar ga dan, als je ballen hebt ik weet niet wat je bent, vrouw, man, jongen, meisje. Maar als je echt ballen hebt, dan ga je gewoon onder je eigen naam, ja, reacties maken. En me dan niet onder weet ik veel wat een naam. En dan allemaal haatreacties doen. Doe dat gewoon niet. Klaar. En daarom zeg ik al. Je hebt je alleen maar jezelf mee. Niet mij. Niet meer. Ja. Ik denk me nu heel goed aan die kleine. Dat weet het ziekenhuis, want ik sta medisch. Ja, omdat ik een maagverkleining heb gehad. Ik heb acnes. Voor de meesten die het weten, acnes. En dat is een zenuwbeknelling. Dus dat zeg ik. Ga vooral jullie gang. Ja? Maar als je door blijft gaan met deze haatreacties. Ga eerst even Jamie Blom nakijken. Ja? En die interview die ze met mij heeft gehad. En dan kan je pas ook, denk ik, betere conclusies trekken voordat je iets gaat zeggen. En als je dan nog niet goed kan iets kan zeggen, ga dan eerst mijn vorige video's allemaal maar gaan bekijken. Dat raad ik je aan. En dan kan je pas goed erop kijken wat er nu leeft. Dus dat wil ik even zeggen. Dat gezegd hebbende zijn we dus nu bij de Hoogvliet hier. Ro is even naar binnen. Even wat halen. Dus ja, want ook Ro die krijgt gewoon van zijn moeder gewoon eens. Heeft zijn moeder altijd al gedaan. Eén keer in de week iets aan hem geven qua geld. En dat, dat is gewoon standaard bij hun. Geeft ze gewoon aan de jongen. En dan nu gaat hij eventjes een maaltijd halen volgens mij en voor zijn werk. En dan, helemaal prima. Dat dus. En ben ik nou naar binnen? Nee, omdat ik daar helemaal geen zin in heb. Ik ben gewoon te moe. Ja. En kijk. En wij halen gratis dingen. En voor de kleine. En niet omdat ik niet geld uit wil geven.
zeker wil ik wel geld uitgeven, maar dat heb ik ook gedaan. En voor de kinderkamer, zeker. Maar hey, weet je, als jullie allemaal haat en nijd willen spuwen, weet je, doe het ergens anders. Maar niet meer op mijn kanaal. Wees lief, ja. Het leven is al een grote puinbak geworden, een paar jaar geleden, ja. Denk eerst eventjes gewoon na. Ja? Als je dat kan, dan kan je weer even positieve reacties knallen hieronder. En dan vind ik het helemaal prima. Dus ik wens jou, ja, jij die namelijk haatreacties stuurt, nog een hele fijne dag. En ik hoop dat je er heel van lekker goed kan slapen. Dat al die haatreacties die jij stuurt naar mensen, dat jij eens een keertje zelf even gaat kijken hoe jij bent. Ja? En ik zou zeggen, ga dan ook eens een keer een YouTube kanaal starten. En kijk eens eventjes hoe goed jij het gaat doen. En hoe snel jij op de 1000 abonnees zit. Ja? Hey, dankjewel. En tot straks maar weer. Ja, en dit is dus ook de realiteit van iemand die zwanger is. Die dus gewoon moe is en lekker wil gaan liggen. En ik heb het ook gewoon koud. Dus ja, ik lig dus nu lekker op bed. Ik ben nu aan het wachten op Ro, want die heeft een nachtdienstje. Dus die komt ook zometeen eventjes nog even lekker slapen hiernaast. Maar lekker pitten. Dus dat moet ook gewoon kunnen. Maar ja, dit is ook gewoon de realiteit van iemand die zwanger is. Die gewoon moe is, die even wil spitten, slapen. Ook dit hoort erbij. Ja, en wat ik eigenlijk heel weinig laat zien. Dat ik eigenlijk heel veel op bed lig. Maar ik doe ook de huishoudingen, mensen, echt. Ja, dat doe ik zeker. En Ro ook. Dus we doen het allebei. Ja, zeker. Dus, ik ga nu eventjes lekker eventjes mijn tekeningetje doen. Eventjes op de tab. En wacht op Ro. En als Ro er is, dan gaan we even lekker slapje doen. Yes, dat is. Dus komt helemaal goed. Ja, ik ben nog even beter met mijn eten. Dit zijn mijn drie eitjes. Dit is de nasi. Lekker beetje gekrutteld. Eitjes mag ook nog eventjes door. Helemaal goed. Dus dan gaan we kijken wat Karen al heeft gekregen. Ik lig nog lekker in bed. Ja, ik wel. Haha. Dat dus. Ja, kijk. Wat heb je hier? Ik heb nasi met ei. Lekker. En ik heb 4 broodjes. En een colaatje zo. En een cola. En ik heb nog een fles met ranja en heel veel ijskrontjes. Lekker. Ik wil ook wel een cola, maar die zijn op. Dat is wel jammer. Nee hoor. Ik heb nog cola in de koelkast. Oh, lekker. Dan ga ik daar wat van nemen. Ja, dat mag. Dank je wel. Ja mensen. Ja, nog eens lekker. Steeds vanuit bed. Maar ik had jullie beloofd om... even kijken, een paar dagen terug had ik dingen gratis opgehaald. Met grote hoofdletters gratis. Maar er maakt iemand zich zorgen om mij. Ja, inderdaad. Er maakt iemand zorgen om mij. En wie zou dat zijn? Niemand minder dan... Ja, Roderick. Waarom maak jij je zorgen? Ja, eigenlijk omdat je zoveel spullen hebt. Waar laat je het allemaal? Ja, ik weet het niet. Ja, overal gaat de spullen vandaan halen. Is leuk, maar... Ja, toch een plek hebben om het allemaal op te bergen. Je hebt nu net boekjes weer gehaald. Ja, nou niet net, maar ja, van de week. Onlangs, van de week. Ja. Dus daar maak ik ook weer een beetje zorgen om. Ja. Soort van. Nou, kijk, hier. Allemaal boekjes. Allemaal gratis. Allemaal leuke boekjes, dat wel. Maar het kan hier niet blijven liggen. Nee, hier niet, nee. Nee, dus wat gaan we daarmee doen? Er is geen plek meer voor. Deze boekjes die moet ik sowieso eventjes met een doekje even afnemen. En dan gaat het van de week heel mooi in een kast opgeborgen worden. Ja, maar waar is die kast dan? Die is helemaal vol met gratis spullen. Nou, nog niet helemaal. Niet helemaal? Ah, nee. Dat kan er bij. Ja, dat kan er inderdaad wel bij, ja. Oké, knopje zakdoek. Huh? Knopje zakdoek. Ja, bijna wel, ja. Oh, oké, okay. Ja, nou, dan maak ik wat minder zorgen. Dus ja, en dat zeg ik. We hebben hier een kuifje in Amerika. Nou, een actie die is bijna, die was iets van 7 euro en dan naar 5 euro. Dus maar gratis op kunnen halen. Nou, en dan heb je hier heel veel van, even kijken van welke... Woesel en Pip, Ollie. Ja, van Woesel en Pip, die was van, geef eens even eentje, van even Guusje Nederhorst. Guusje Nederhorst, ja, Guusje. Ja, en daar heb ik een hele hoop van. En dan heb ik nog een puzzelboek.
En van wat hoor ik? Ja, ik heb zo veel. Ja, wat hoor ik? Platteland. Ja, dat is een. Ik heb ze even laten horen. Ja, dat kan. Dat is zeker. Een luisterboek, zeg maar. Ja, ja, een soort van. Dan moet je het, ja, dat maakt niet uit. Een geluidenboek, laat ik het zo zeggen. Ja, en dan denk je van, hé, hij is heel dik. Nou, vergis je niet. Hij is niet zo heel dik. Hij is wel dik, maar er zitten maar 3 pagina's in of zo. Ja. Kijk. Biggetjes. Dan moet je er wel goed op drukken. Op het... Echt. Ja, leuk. Echt zo. Ja, en dat was het. Toen hebben we nog muis. Dat is het meisje en dan, ja, wat was, oh ja, nee. Dat geeft ook nog, oké. Heel leuk. Ja, dat was hem dan toch? Dat ja. Ja, de rest, en dat is, was rest is batterijtje en dingen. Ja, en die moet ook kwijt, zeg maar, dus ja. En nog sprookjes. Ja, de mooiste sprookjes van Grimm. Ja, een heleboel ken ik daar niet van. Nee, ik ook niet. Dat is grappig. Ik ook niet. Nee, maar dat zeg ik. Pelle en Puppy, de kleine en detectives. Nou, die en die voor jou al heel leuk om te zien. Ja, met dingetjes erin en plaatjes. En wat je allemaal kan doen. Ja. Verhaaltje. Nou, laat je allemaal zien waar alle spullen liggen. Dan ga maar zoeken in de kast. Hier al vlindertjes. Nog meer vlindertjes. Oh. Dan weer een verhaaltje van waar kan het allemaal gevonden worden. Grote vlinder gevonden. En nog meer vlindertjes. En uiteindelijk vinden ze dan wat ze zoeken. En is het verhaaltje uit. Hier hebben we nog een inleiding voor het verhaaltje. Ja, en zo heb je zoveel. Ja, en. Dus ook... en ja, en. Lasso. Gaat lekker met mijn spraak. Kom je uit je woorden? Nee. Ik heb hier nog een paar woordenboekjes voor. We beginnen met deze, met Gonnie. Ga dat maar voorlezen. Heb je een paar woordjes geleerd? Ja, echt. Ga maar voorlezen. Nee, ga ik niet doen. Nee, maar dat zeg ik, weet je. En dan kunnen jullie wel heel veel zeggen. Ja, maar, hè, maar je hebt geen geld en blablabla. Bla, bla. Een kind kijkt niet naar het geld. Het kind die kijkt alleen maar naar de liefde. En hoeveel, ja, wat... Aandacht, spullen. Aandacht, spullen en... En mensen die en die er hier niks meer van hebben, van ja, van en van ja, hoe moet ik dat zeggen? En het weg willen hebben en het gratis weggeven. Nou. Hey, weet je, ik maak het even schoon, ik doe een doekje eroverheen. Net zoals kleding of wat dan ook. Ik ga het weer even wassen en je kan het weer gewoon gebruiken. Dus, en heel vroeger, als je heel goed gaat zoeken, was roze vroeger voor de jongetjes en blauw voor de meisjes. Ja, ja. Heel vroeger. Maar ja, dat is nog niet alles, want vandaag hebben we ook weer een hele hoop opgehaald. Ja, dat gaat er al eventjes op pakken. Dus nee, maar dat zeg ik, weet je, er zijn zoveel mensen die gewoon zoiets hebben van, hey, daar, hier en hier hebben we niks meer aan. Dat kan gewoon iemand weer er blij mee maken, weet je, nou prima. Je maakt mij er weer blij mee. Nou, en ik ben dus gewoon heel goed in struinen. Op het internet. De ene keer rij ik in de auto en de andere keer rijdt Ro. En zo gaan we een beetje bezig om elkaar een beetje af te lossen. Oh, sorry. Meenemen. Ja. Ze sorteren op grootte, dat is handig. Ja, doe jij dat maar, hè, schat? Ja. Ga jij dat maar sorteren op grootte? Ja, omdat je een kleine onderaan hebt, dan dondert alles om. Ja, is toch leuk? Nee, ik vind het wel niet. Niet? Nee. Dat dacht ik en dat je dat leuk vond, joh. Hé, hey, wijfie, ouwe mutsie van mij. Ouwe wijfie. En daar hebben we nog eentje. Ja, en jij wordt ook oud. Jij wordt ook oud. Hé, lof, lekker hè, aan die reden ruiken. Lekker hè? Zo, lekker alles. Zo, weer op grote gesorteerd, ongeveer. Ja. Leg het maar gewoon alvast in de achterste kamert. Bolly, mag ik erbij? Leed. Bolly. Ja, doe maar. Je kan erbij. Ja, precies tussen de weg. Ja, tuurlijk, is toch handig? Wist je dat nog niet? Nee, nou bij deze. Nee, maar net zoals vandaag hebben we ook dus weer een... Oh, zo. Ik viel me even naar boven, joh. Kijk gewoon.
Kan gewoon. Nee, maar nou, wat ik al zeg, vandaag heb ik ook weer een hele hoop dingetjes leuk opgehaald. En voor het ledikantje om te kunnen gaan slapen, zeg maar. En voor de kleine. En het hoeft niet allemaal voor thema jongen te zijn. Weet je, plantjes. En net zoals ik heb de kinderkamer bruin en groen gemaakt en boven wit. Want ik haalde de natuurkleuren naar binnen. Groen is ook het gras. Bruin is ook namelijk de schors van een boom. Dus ja, en wit. Ja, wit heb je overal wel. Dus ja, en dan, dit is dan iets van het ledikantje. Hoppa, mag ik wel even. Zo, dit is gewoon om. Ja, het is gewoon weer met mooie bloemetjes. Lekker groot. Lekker groot, ja. Kan ik wel in, schatje. Ja, niet in. En dan is dit ook gewoon lekker om het matrasje heen. Ook leuk. Dit is een dekentje. En dit is niet echt rozig, maar het is een beetje paasig. Ook roze. Hè? Oud roze. Ja, oud roze. En dat kan ook gewoon. En voor een jongen maakt helemaal niet uit. Of voor een meisje. Maakt totaal niet uit. Voor een jongen, meisje, wat het ook wordt, geen idee. Nou, lekker pantenprint. Leuk, man. Ook weer voor om het matrasje heen. Kijk, en dit is wel roze, maar hey, joh, weet je. Ja. Het is gewoon om lekker te slapen. Die leeftijd zien ze dat nog niet zo. Nee. Ik hoef geen roze. Nijntje! Zo, dat is leuk. Bruna. Bruna? Nee, Nijntje. Ja, van Bruna. Ja. Hydrofiele doeken voor me? Nee. Lakentje. Lakentje. Ja. Veel lakentje. Leuk, wolkies. Kijk, en dit is ook nog weer gewoon weer met bloemetjes. Ja. Lima Bravo. Ja, en dan dat en dat kan naar de dosa toe. Tos. En dan kun je die tas pakken. Zo blijf je bezig. Nee, maar dat zeg ik. We weten allebei. Ja, Ro die weet het al wel wat het wordt. Ik nog niet. Nee. Die bij de box. Die. Kan ik ook gelijk kijken wat er allemaal in zit. Hè? Want ze had wat extra's erbij gedaan of zo. Dus. Zodoende. Dus ja, maar dat zeg ik, weet je, aankomende zondag, dat is vandaag over een week, hè, bij de gender review. En Rodi weet al wel wat het wordt. En niet een review, maar een review. Ja, mag ook, goed, best. Nijntje, kijk, Nijntje, leuk. Nijntje, kijk eens hoe leuk. Moet allemaal nog gewassen worden. Ga dan pakken, ik heb het vast. Nog ook weer een Nijntje. Hier met batterijtjes. Gaat lopen waarschijnlijk. Of wippen met de staart. Ja, waarschijnlijk wel. Ook eentje. Dit is dus zo'n kleine bokszakje. Maar dat maakt niet uit. Hij is al grappig. En voor aan de box. Leuk. Hier zit een haakje aan. Ja. Oh, wat schattig. Dombo volgens mij. Geen idee. Een Nijntje. Oh. Een duur. Met batterijtjes erin of zo. Nee, hou ze vast. Hou vast even, lief. Kan ik even blijven draaien? Ja, maar niet zo ver. Jawel, dat kan wel. Nou, dan moet ik zo lang luisteren. Ja, nou en. Dat is het laatste. Oh, wat leuk. Dan draai je toch weer. Hij draait inderdaad, ja. Ja! Wacht even, want ik ben nou eerst met deze bezig. Je kan het trekken, dat is heel het enige. Daar zit het vast. Ook weer van Nijntje, en zo blijven we bezig met dat. Ja.
En deze draait even dus rond. En dit kan je dus ophangen. Hij is wel schattig. Hij draait uit de weg. Zo. Ja, dat maakt niet uit. Maar hij is leuk. Hij is superleuk. Geweldig. Hij is lang ook nog. Ja, en deze gaat ook nog even door. Maakt niet uit. Het is wel even leuk. Nog een nijntje. We hebben nou 2 nijntjes, jongens. En nog weer zo'n autodingetje. Ja, kijk, doen we het even zo. Hoppa, dus we hebben nou 2 nijntjes. Ja, daar moeten even andere batterijen in. Een tjoep-tjoep treintje, kun je achter je aanslepen. Een nijntje treintje. Leuk man. Ja, en dan heb je hier nog zo'n. Daar, want het was eigenlijk eerst. Nee, maar het was eigenlijk eerst die en de 2 nijntjes. Dus ze heeft echt wat meer erbij gedaan. Hij is leuk. Je kan er aan draaien, dan gaat het vrolijkje draaien. Ja, dan moet ik het wel kunnen zien, schat. Moet je eerst. Batterijen bijna op, denk ik. Batterij bijna op. Is leuk. Is leuk ook. Mia, even iets beter zien. Leuk man. Ah, is leuk. Leuk hè, schat. Hi. Zet die maar weer uit. Ja, dat gaat even zelf. Nee, want dat is. Geen idee. Dat kijk ik zo wel even. Kijk ik zo wel even, mop. Kijk. Dat is. Ah, maar hij is leuk, hè? Ja, maakt niet uit. Maar, hé. Hey. Ja, is leuk. Dat dacht ik al. Een heleboel van dit soort autootjes. Ja, ik zag het al. Is het ook veel? Van Teletubbies ook, geen idee. Dat zou zomaar kunnen. En die bijtringen in verschillende kleuren, soorten en maten. Nee, dit is geen bijtring. Nee. Nou, oké. Totaal niet. Dan kun je namelijk opstapelen. Kijk. Jee, dat kan ik ook weg hebben. Opstapelen. Ja. Dus dat hebben we dus weer vandaag kunnen halen. Deze speelgoed en die geluiddingetjes. Ja. Dus daar ben ik wel weer blij mee. Dat is leuk. Is leuk, hè? Ja, de grap is, mijn neefje vroeger, die had heel duur speelgoed. Wat vond hij het leukste? Een pan met een pollepel, daar lawaai maken. Ja. Het is maar waar je plezier in maakt. Ja. Dat vond hij gewoon het allerleukste. Uh-huh. Als dat dure speelgoed, ja. Dan niet. Nee. En daarbij, het wordt ook gewoon op tv en vermeld. Dus althans en reclame van kinderen vinden het leuk tegenwoordig om geen nieuw speelgoed te krijgen, maar van andere kinderen, toch? Ja. Zoiets, ja. Speelgoed van anderen is leuker. Ja. Dus ja. Dus dat. Dus dat inderdaad. Dus dat, dit en dit hebben we weer kunnen sprokkelen. En we laten binnenkort wel eens even, als alles duidelijk ook is, wat het wordt, et cetera,
dan ga ik alles met jullie delen. Ja, maar dat duurt nog eventjes als jullie dit zien. Ja! Daar lig ik dan in bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.